Leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video. We staan op locatie en ik dacht van het is al zo lang geleden dat we niet even gewoon hier in Nederland in normale locaties gewoon even aan het afsteken zijn. Dus we hebben heel wat meegenomen. Jullie gaan het zo op de grond zien. Als de cameraman even die kant op filmt, trouwens ik vergeet helemaal te zeggen. Kijk mijn shirt jongens. Astronauten, de enige echte van vroeger. En als je even op de grond filmt, hebben we allemaal lauwe dingen. Dat is niet verkeerd. Nee, we hebben echt superveel. Daar is een hele berg. En hier ook, Funke. Check dit. Funke kat 1 jongens. Ik ben super benieuwd hoe die zijn. En zoals jullie zien, we hebben speciaal gewacht tot het iets donkerder werd. Voor een mooie sfeer. In plaats van dat straks de zon schijnt ofzo. Dus we gaan straks mooie shots zien. Beetje met schemer. En alles gewoon stoken. Heb jij nog wat te zeggen? Let's go. Erbij te zeggen jongens, we hebben ook weer een bezem bij ons. Zoals altijd. Kan die even gaan bezemen zometeen, die bezem? Hou je pik. Wel mooie shirts man, oprecht. Ja toch? Dus we gaan even stoken. Funke. Ben benieuwd jongens. Hallo, zo. Ja, dan mis je die knal nou. Zo, wel een mooie shot gek. Zo. Je mag niet kappen. Blijf staan. Klein fonteintje. Om het af te leren. Maar Aldi. Ja, die stellen niet zoveel voor. Hè? We hebben ook een pakje knetterballen XXL van een paar jaar geleden. Kunnen jullie zien het verschil tussen dit jaar en van een paar jaar geleden? Het is echt niet normaal, want elk goed product gaan ze het jaar daarna natuurlijk minder maken. Knetterballen XXL, let op, hè, van de Aldi. Zijn echt anders dan die nieuwe. Zo. Zie je? Hoi, joh. Die zijn wel goed, ook hard. Ja, man. Maar dat is een paar jaar geleden, weet je. What the fuck. Ja, deze niet, maar... Ja, sommige die weer van wel. De net, die was echt groot, man. Dat effect. Voor een knetterbal. Goeie stoot. Wat is dat dan? Oh. Stolletjes. En je hebt ook die van Funke toch, die de lucht in gaan? Ja. Ja maar dat is geen kat 1. Die driehoekjes. Jammer joh. Kijk maar uit. Kijk, een draaien tollen. Ja, nee. Zo. Wat? Die zijn goed, man. Ja, man. Ik zeg, maar dat is een paar jaar geleden, weet je. Juist, zo. Om het af te leren. Ja, jongens, hij is af. Heel veel grombloemen erin. Even voor de gein gedaan. Jordi steekt hem aan. Ken die? Ja, ga maar hoor. Goed zo. Ja, dit. Boom. Go.
ziek, hè? Die rook ook. Zo! Kijk die rook! Zo, wat een fel licht, jongen. Kijk, de oude. Als het goed is. Die rook blijft ook mooi hangen. Ja, jongens, moet je kijken. Beter maakt raak ook even een fotootje. We hebben Cobra 6 hier aan elkaar. Oh. Ja, even kijken. Ja, jongens, we hebben deze vonken allemaal bij elkaar. Jordi gaat die kant doen. Yes. Ben je er klaar voor? Yes, let's go. Oh. Kom binnenuit, Arie. Steek hem aan dan. Steek die andere. Waar? Oh, daar. Ja. De hele effect is weg. Dat is zo, jongen. Niet normaal, man. Oeh. Ja, dat is gewoon categorie 1, hè. Hartstikke raar spul, man. Kijk, hier ook. Hoi, dat is een kleine shit. Zo, uit. Hij was niet een heel pakje, gek. Nee, was dat? Oh, misschien wil die gast ook meedoen. Oh, het steken. Heb je vuur bij je dan? Nee, ik niet. Ja, moet ik even kijken. Kom eens, politie pijnakker. Ja. Zo. Ja, en dan allemaal... We hebben meerdere hulp gekregen, jongens. Hulptroepen aanwezig. Hulptroepen. Ja, lekker joh. Ja, ik moet even kijken te knetten, jongen. Je knettert niet. Gaat ook een stuk sneller. Deze zijn mijn lievelings deze, man. Oh. Zo, korte lont, gek. Dan heb ik hem daar in mijn been. Oh, dit is van dat fonteinenpakket van de Aldi, toch? Oh, ja, dat is allemaal een rijtje, die kan ook. Oh, ja. Die knettert ook. Alleen wat je wel denk ik best kunt doen van binnen naar buiten is werken, anders loop je elkaar in de weg van de net al, weet je. Ja. Was ja, als er twee aan de buitenkant en eentje aan de binnenkant. Waar gaan jullie? Zij doen daarin, ik doe daar. Waar zit je de mond over? Ik heb ze hier al. Oh, lunch zit aan deze kant. Ja. Ja, aan deze kant hier zo. Ik weet niet welke jij pakt. Ja. Pakje lopen. Oké, okay, is goed. Huh? Er lopen allemaal witte pakken daar ook. Ja. Drugs. Nee, iemand. Ja, het zou het zijn. Zijn er echt veel? Zijn er een paar ook niet afgegaan? Deze? Ja, ja, lekker, lekker. Thank you.
deze is nat geweest, man. Hey, als dat. Okay. Ik dacht echt niet helemaal niks meer. Nitrootje. Steek ze aan. Nitrootje. Ja, die kan je ook aansteken, man. Ja? Nitrootje. Nog best veel hier ook. Maar dat zijn we dan ook. Nu moet ook weer rond. Ja. Ja, ga ik erbij. Mooi, hè? Ja. Maar je hebt nog wel wat. Nou ja, dit is ja, nog een bezem. Dus ja. Oké, nou ja, het is wel allemaal categorie 1. Dus, Ja, en ook hier in de woonwijk en dat soort dingen. Oké. Ja. Maar jullie hebben er wel echt een tintje van gemaakt. Ja, we daar ook op bezig. Daar hebben we het ook op. Oké. Okay. Okay. Dus als we vanavond langskomen, dan is het gewoon allemaal. Spik is ja. Man. Ja? En wie mag ik daarvoor noteren? Ja, het is onder de 10. Nee. Nou, Paul. Ze staan allemaal te lachen. 1 op 10. Ik wil één naam noteren. We noteren één naam, dat is gewoon een verantwoordelijke voor als okay. Dit straks nog een tering wil je. Oh, dat is goed. Oké, okay, nice. Ja jongens, politie dus geweest. We moeten het opruimen. En als tot duvel er me speelt. Het is vingerhard aan het regenen ineens. Ja. Jordi helemaal nat. Politie zit nog even in de auto. Ja, die staat lekker droog natuurlijk. Ja man. Dat zou ik ook doen hoor. We hebben nog wat restanten jongens. Allemaal even op een berg gegooid. Ik hoop dat het afgaat allemaal. Ja, gaat wel gek. Zo. Daar komt ie hoor. Jordi. One Echt goed gedaan. En wie mag de naam even noteren? Ja. Zo. Dat is bijna uit. Yes jongens, zitten we weer in de auto. Zoals jullie net konden zien, politie was gekomen. En precies toen begon het toch een partij te regenen. Zo. Jullie zien het, we zijn helemaal nat. Maar we gaan nu onderweg weer terug naar huis. En dit was de video. We hadden al echt super veel vuurwerk afgestoken. En mooie projecten. Ook die nieuwe, of nou het nieuwe, die Funken dingetjes. We hadden een paar mensen meegenomen. Dus altijd lach om even een gekke stooksessie te zetten. Helemaal doorweekt. Was een geslaagde stooksessie. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden jongens. Binnenkort meer stookvideo's. Mede mogelijk gemaakt door Jordi. Later. Yes.